We staan nu bij de tentoonstelling over penningen. Waarom juist penningen? Nou, penningen is eigenlijk een gedenkmunt, zeg maar, die al heel lang bestaat. Al voor het jaar nul bestond het al. En het zit een beetje in een verdomhoekje. En nou is het zo dat een van de kunstenaars die verbonden is aan de ploeg, Linda van Kaik, die is ook lid van de penningenvereniging. En samen met de penningenvereniging hebben wij dus besloten een tentoonstelling te maken om de penning, zeg maar, een beetje uit het verdomhoekje te halen en uit het muffe sfeertje wat het heeft. En eens te kijken wat kunstenaars er ook mee kunnen. En hoe haal je dat uit het verdomhoekje? Hoe maak je dat leuk? Nou ja, ik zou zeggen, kijk. Kijk, heel veel penningen zijn klein, hè? Dus het is niet iets wat meteen opvalt of iets dergelijks. Het is iets wat je krijgt en wat heel persoonlijk is. Dus de publicitaire waarde, zeg maar, als beeld en dergelijke om makkelijk te laten zien, is niet zo heel groot. Het ligt vaak in een kast, in een doosje of in een laadje, want je hebt iets gekregen. Veelal zijn ze van brons en brons heeft toch ook, bronzen munten, zeg maar, hebben toch ook een beetje een ouderwetse imago, zoals het heet. Terwijl je daar eigenlijk heel veel leuke dingen mee kunt doen. Ja, we staan ook net precies in een goede hoek. Hier heb je bijvoorbeeld, dit is wat een kunstenaar ermee gedaan heeft voor deze tentoonstelling. En dit is wat een kunstenaar gemaakt heeft, die verbonden is ook aan de Vereniging voor Penningenkunst. Ja. Dit is Nescio. Dit is een herdenkingspenning voor de schrijver Nescio. Dus dit is het portret van Nescio. En dit is, zeg maar, iets wat symbolische waarde heeft, wat met Nescio te maken heeft. En Nescio is onder andere heel bekend geworden van het schrijven van de Uitvreter, en Titaantjes. Dus het gaat over iemand die, ja, de Uitvreter is iemand die zijn leven verleeft, zeg maar, oneindig. Door, ja, ja. Waarom heeft u gekozen voor juist die vierkante vormen? Omdat ik vanuit de waardering voor de historie van de penningen die allemaal rond zijn, want dat bedoelt u, denk ik, ja. Mezelf wilde manifesteren door andere vormen en wat symmetrische vormen wilde ik maken. In principe is de penning, zeg maar, totaal, zoals je ziet, deze in twee kleuren, één geheel, een gesloten vierkant. En ik heb hem als je hem uit elkaar haalt, dus uit elkaar neemt, dan zijn er twee onderdelen die ogenschijnlijk precies hetzelfde zijn, maar dat zijn ze niet. Het is wel familie van elkaar, maar ze vormen samen één geheel. Het leuke van de penning, vind ik althans, daarvoor heb ik hem zo ontworpen, is dat je een derde dimensie eraan kunt toevoegen. Is het ook zo, als u aan zo'n project bezig bent zoals dit, dat er steeds meer blijven komen, dat er steeds meer opborrelt, of dat niet? Ja, inderdaad. Zelfs zo sterk dat ik een heleboel varianten van mijn penningen heb gemaakt. Weliswaar met hetzelfde thema. En vanuit de penningkunst aan het schilderen ben gegaan. Dan ben ik doorgaan op schilderijen maken op basis van dit thema van de penning. En daar, dat vind ik geweldig. Ja. Want waar haalt u uw inspiratie uit om dit te maken? Nou, inspiratie haal ik uit allerlei dingen. Maar op een gegeven moment, na wat studies, was ik hier enthousiast over. Dit is een penning van Leo de Vries. Leo de Vries is overleden. Het is terracotta, dus heel kwetsbaar. Terracotta is aardewerk, hè? Het is heel mooi materiaal ook. En dit is prinses Irene. Irene, prinses der Nederlanden. En deze heeft dus geen achterkant. Het is alleen een voorkant. Zie je, heel mooi uitgewerkt. Oké,
Nou, dit is een herdenkingspenning van Greet. Dat is de voorzijde. En dit is de achterzijde. 2005, Greet. Achternaam, denk ik. Ik kan niet en een initiaal van de kunstenaar. In plaats van dat het aan de buitenkant iets zegt, zit het erin. Dus het is eigenlijk een geheim of iets intiems, als het ware. Dus we maken deze dan open. Zo. En dan zie je aan de binnenkant lichaam. Plaatje weg. Lichaam, geest. Maar er kan ook iets anders staan. Op welke dagen kunnen mensen de tentoonstelling bekijken? Op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. En van woensdag tot en met vrijdag zijn wij van 11 tot 5 uur geopend. En op zaterdag van 10 tot 4. En heeft u ook een website waarbij mensen vast kunnen kijken wat er te zien is? Ja, dat is www.deploeg en dan ploeg met gh.nl. En de ploeg aan elkaar. En is het ook mogelijk als mensen hier lopen, kijken en denken, oh wat een fantastisch mooie penning, kunnen ze die dan ook kopen? Het overgrote deel van de penningen is te koop. Sommige niet, de meeste wel.